is 1 over 12 als 131 renners van start gaan in de 72e editie van de profronde van Noord-Holland. 6 man kleuren het begin van de koers, met daarbij Gert-Jan Bosman, die uiteindelijk de prijs voor de strijdlust pakt. Ze worden ingelopen en met 35 kilometer te gaan begint de koers pas echt. Onder leiding van de mannen van Monkeytown, Vlasman, Zeg, maar ook de mannen van Delta gaat het peloton in stukken uit elkaar. De regen en het kleine beetje wind zorgen ervoor dat het een ware slijtageslag wordt. Op de Munnikenweg ontstaat er dan een definitieve kopgroep. 7 man weten een gat te slaan. 3 man van Zeg, 2 man van Delta en nog 2 man van Vlasman. De namen in deze kopgroep, die ziet u hier. Opvallende naam, misschien Wim Strutiga. Misschien wel een van de snelste mannen in het Nederlandse peloton. En ondanks het werk van Martin Kooistra is er weer een samensmelting met nog 10 kilometer te gaan. Dat is het teken voor Wim Strutiga om het alleen te proberen. De rappe man wil zijn benen testen en denkt dat hij het misschien alleen ook kan gaan halen. In de achtergrond ziet u een ijzersterke Julius van den Berg die op, het lijkt op sprekend gemak terugkomt op het wiel van Strutiga. Julius van den Berg laat hier al zien dat hij in orde is. Dat laat hij helemaal zien op 2,5 kilometer voor de streep. De renner uit Noord-Holland demareert, slaat een klein gat en weet het gat verder uit te bouwen. Jason van Dalen probeert het nog. De renner van Delta Cycling komt echter niet tot zijn wiel. En het is Julius van den Berg die als eerste Alkmaar binnenrijdt. Als eerste komt hij op de Vondelstraat en kan hij nagaan denken over het zegengebaar. Een uniek zegengebaar. Hij schept wat zand uit de grond en refereert daarmee aan zijn trainer Peter Schep. Maar het mooiste is nog wel, Julius van den Berg wint hier de profronde van Noord-Holland. In de achtergrond is het Kees Bol, die maar nipt Wim Strutiga weet te verslaan. Kees Bol wordt dus tweede voor Wim Strutiga. Ja, het was een heel laffe koers eigenlijk, omdat er niet veel wind stond natuurlijk. Maar op een gegeven moment na de West-Friese Omringdijk ga je bij Schorel linksaf. En ja, daar ging het toch wel op de kant, zeg maar. Maar toen kwam met een grote groep Alkmaar binnen en dat was draaien keren. En toen reden we met een kleine groepje weg. En ja, uiteindelijk blijft het net niet half wel weg en komt het weer terug. Maar uiteindelijk kon ik daar uit dat groepje wegrijden op het, de laatste 1,5 kilometer, denk ik. De leiderstrui is nog steeds voor Kees Bol. Hij loopt uit en heeft op dit moment 232 punten. Hij verstevigt dus de leiding in het klassement van de Holland Cup. Ik ben dus denk de 5e, 2e plek dit jaar. En ik heb er van 4 best wel gebaald. De een nog zuurder dan de ander, maar dit is een hele mooie. Want ik zou van niemand liever willen verliezen dan van deze ploegmaat en vriend ook nog. En dan ook nog in de thuiswedstrijd van ons allebei. Dus dat is echt toch wel een beetje een droom die uitkomt.